Dus goed, dus ben ik nu ook live op het Junior Song Festival account. Dus ik hoop dat ik dat goed heb. Ben ik live op, volgens mij ben ik wel gewoon live op het JSF account. Ik ben vandaag jarig, super nice. Do you have a girlfriend? No, I don't have a girlfriend. Hallo iedereen. Ik ben een beetje saai, ja klopt. Het is allemaal een beetje saai. Maar ik probeer er het best van te maken. Ik maak mijn huiswerk gewoon. Ik ga af en toe op de fiets naar buiten. Ik hou afstand van iedereen als ik buiten ben. Maar ja, we kunnen er niet het best van maken. Even kijken. Hallo Luna. Ja, je bent live op JSF. Helemaal top. Hoi. Ik hoop dat het goed gaat met iedereen. Vraag weer wie wilt zingen. Nee, dat gaan we vandaag even doen. Hebben we leuke vraagjes? Ik ben even aan het kijken hierin. Hier staan alleen maar... Even kijken. Even kijken, ik heb hier een vraag die best vaak gevraagd wordt. Deze. Ben je moe? Je ziet er heel moe uit. Nee, ik ben niet moe. Ik slaap ook prima. Maar mijn moeder heeft het ook. We hebben allemaal wallen die gewoon automatisch zitten en gewoon niet weggaan. Dus dat kan soms even lijken dat ik heel moe uitzie, maar dat ben ik niet, jongens. Ik zit vol met energie. Hallo Jess. Zou je nog eens meedoen met JSF? Als ik alles overnieuw mag doen... Dan, ja, zeker. Voor de mensen die ook dit jaar of volgend jaar, volgens mij kan je, ja, volgend jaar, kan je weer inschrijven. Ik zou het zeker doen. Het is echt een hele leuke ervaring. Dus ik heb er ook heel veel aan overgehouden. Jullie, ik had er wel een beetje ervoor, maar jullie en mijn eigen nummers. Dus ja, zeker een aanrader om mee te doen met Junior Song Festival. Zeker. Ik doe dit jaar mee. Heb je ingeschreven voor de auditie? Wat vond je zo leuk aan het Junior Song Festival? Sowieso dat het... Dat je met allemaal mensen werkt die heel erg chill zijn. Je hebt een heel fijn team. Dat je eigen muziek krijgt. Dat je meer ervaring krijgt. Dus dat is allemaal heel vet, ja. Wil je gaan dansen? Nee, ik denk niet dat het... Matthieu, what's your favorite food? That's a good one. I like sushi. I like Italian food. I like fast food. And yeah, I think that's the three nicest things. Even kijken... Komt er nog een nieuw liedje van jou? Geen idee, jongens. Pietje Thomas, yo man. Even kijken. Wil je zingen? Nou ja, zeg maar. Als jullie wat weten, en ik ken hem ook, dan kan ik hem wel a cappella doen. Want ik sta hier midden in mijn tuin, dus ik kan even niet. Wat zou je laten doen als je niet meer kon zingen of acteren? Hele goeie. Ik denk sowieso wel iets backstage doen. Dus of... Lesgeven in zang, regisseur, schrijver, licht, cameraman, iets backstage. Ik wil nooit weg uit dit wereldje. Hemeltje, zing mijn droom. Ik ken hem helemaal niet, ik ken hem niet zo goed uit mijn hoofd, maar ik heb hem wel geluisterd. Dat is wel nice. Supergirl. Oh shit. That's too difficult. Dans met jou. Yes, yes, yes. Wat zou je doen met 1 miljoen euro? Zo. Sowieso aan mijn familie wat geven. Dus aan mijn moeder, mijn vader, mijn zusjes. Ik zou een hele grote studio voor mezelf laten bouwen. En gewoon de rest gewoon opsparen voor allemaal hele vette, dikke videoclips. Ja. Hoi Mathieu, hallo. Hoe lang ben je? 1,70 meter of zo? 1,71 meter, niet zo heel groot. Het valt wel mee op zich.
Hoe gaat het met je? Het gaat goed. Ja, ik voel me in deze zware tijd, is het toch wel, voel ik me prima, ja. Het voelt allemaal best wel oké. Okay. Niemand in mijn gezin is ziek of zo. Dus ik voel me gewoon goed. Ja. Even kijken, ik kom hier eigenlijk om even wat leuke vraagjes voor jullie te beantwoorden. Even kijken, heb je thuisles? Zie ik staan. Ik heb thuisles, maar ik heb niet, zoals sommige van jullie hebben, dat je een laptop hebt en daarop je docent kan zien. Dat heb ik niet. Even kijken. Hoe ga je om met de situatie? Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat de situatie bedoelt om de zin van corona. Ik probeer er eigenlijk niet zoveel over na te denken. Ik probeer er eigenlijk ook niet zo mee bezig te zijn. Ook al zie je het overal op het internet. Ik probeer eigenlijk gewoon het positieve in alles te zien. En gewoon nog steeds doen wat ik altijd doe. Ook al is het een beetje beperkt. Want je kan natuurlijk niet naar de bioscoop en zo. Maar ik probeer niet alleen maar na te denken over ja, dat virus. Goeie vraag. Ik weet even niet meer van wie die was, maar dankjewel. Heb je een vriendin? Nee, dat is ook een hele vraag die vaak gesteld wordt. Ik heb geen vriendin, jongens. Mathieu drinks, tradition. Ja. Wat vind je irritant aan je zusje of zus? Nou, ik vind ze niet echt heel irritant. Ik ben best wel blij met mijn zus en mijn zusje. Maar ik denk dat iedereen die een broertje of zusje heeft wel weet wat je soms irritant vindt of vervelend vindt of niet wilt. Of... Dus ik denk dat we daar allemaal wel een beetje gelijk in liggen. Ja. Even kijken, favoriete vakantieland? Oeh, goeie. Er zijn heel veel mooie landen. De buren, België. Vind ik toch wel best wel een mooi, oké land, warme mensen en zo. Ik vind Amerika heel vet. Duitsland vind ik ook niet verkeerd. Ik vind de taal heel grappig. En wat nog meer, ja. Dat was het zo'n beetje, denk ik, qua lievelingslanden. Ik weet niet. Ik vind het toch altijd wel chill om een beetje dichtbij. Ben je blij met je uiterlijk? Zeker. Ik was er vroeger altijd een beetje onzeker over. Omdat mijn hoofd is toch wel een beetje groot, vind ik dan. Niet onzeker overkomen hoor. Maar ik heb daar nu een beetje scheid aan. Ook wat ik draag qua kleding. Daar was ik ook eerst altijd onzeker over. Maar dat boeit me nu echt helemaal niks meer. Dus dat is zeker, daar is zeker verbetering in gekomen. Chips of popcorn? Popcorn. Sowieso. Mathieu, wat gaf je nou? Mathieu, wat gaf je nou dat zetje in de rug dat je mee hebt gegaan met JSF? Goeie vraag. Zoals sommigen van jullie misschien weten, heb ik natuurlijk meegedaan met JSF. Ik heb het gewonnen, ik heb een superleuke tijd gehad. Mijn stokje wordt eerder overgedragen aan natuurlijk de volgende groep. Ik heb eigenlijk 2 jaar getwijfeld. Ik wou eigenlijk al meedoen met het jaar van Force. En toen wou ik eigenlijk meedoen met het jaar van Max en Anne. Maar toen dacht ik, ik doe het toch maar niet. En toen dacht ik eigenlijk gewoon vorig jaar dan, dus dit jaar, dit seizoen. Van weet je, scheid, ik doe het gewoon. En ik kijk wat er gebeurt. En ik heb dat gedaan. En toen stond ik een paar maanden verder in Polen. Dus ja, dat was het setje. En het is ook echt voor de mensen die zich afvragen, ja, wat doe je nou? Het is zeker, JSF, zeker niet net als The Voice. JSF is zeker niet net als andere programma's, want je wordt een soort van in een familie genomen. En die zijn er altijd voor je. Natuurlijk iets minder als je natuurlijk klaar bent als winnaar. Want dan is er natuurlijk de volgende groep en dan kan niet meer alle aandacht naar jou. Maar het is wel heel chill. Je krijgt heel veel tips, je krijgt een hele sterke band met iedereen. En je krijgt zo verschrikkelijk veel ervaring. Natuurlijk had ik wel al een beetje cameraervaring en ik heb al een paar keer op een podium gestaan en zo. Maar dit heeft me heel veel geholpen, dit alles. Dus dat was een vraag van Pietje Thomassen. De levende legend. Thanks, Makker. Favo van Stranger Things, Millie Bobby Brown.
is de allerbeste die er bestaat. Holy shit, wat is die geweldig. Oh, en Noah Snap. Vind ik ook heel leuk. Ja. Dat zijn zeker de twee die ik uit Stranger Things helemaal geweldig vind. En dan Eleven en... Ik kan echt niet wachten op seizoen 4. Ik dacht eigenlijk dat... ik weet niet of dat... Nou, dat is geen spoiler. Ik denk dat iedereen dat wel weet. Natuurlijk is in seizoen 3 Hopper dood gegaan. En toen heb ik daar eigenlijk om gehuild. maar toen zag ik dus dat stukje trailer wat dus op de Insta stond van Stranger Things. En toen zag je dat hij nog leefde. En toen was het echt zo van... Oh my god. Yes. Dus ik ben heel blij dat hij nog leeft. Want dat was ook echt een van mijn favorieten. Die man is echt wel... Ja, hun zijn echt goed. Mijn favoriet is Dustin. Oh, nou, die met die... Dankjes. Naar welk land wil je naartoe? Ik wil niet echt naar één land. Ik wil eigenlijk een keer als ik groter ben... wil ik... Een wereldreis maken. Dus van Egypte naar Bali, naar Amerika, naar... Weet ik het. Gewoon over heel de wereld gaan. Gewoon een maand lang weg zijn. En gewoon Dubai, Rusland, alles. Ik wil alles zien van de hele wereld. Komt er een Onze Jongens 3? Nou ja, als jullie nog... natuurlijk zijn nu de bioscopen dicht. Maar Sarah komt op Netflix. Ik heb geen idee of dat gebeurt. Maar Sarah komt erop. Hij staat volgens mij 2. Staat ook volgens mij op Pathé Thuis. Als jullie dat doen, waarschijnlijk komt er dan een seizoen 3, denk ik. Tenminste, ik hoop het. En ik hoop dan ook dat de cast hetzelfde blijft. Want dat is natuurlijk niet altijd zeker. Of dan de cast hetzelfde blijft. Maar ik hoop het. Oh, ik moet hem opslaan. Ik ga even... Thanks, mam. Dus denken jullie tegen wie praat hij nou? What's your favorite song of Yes 2019? Ooh, that's a good one. I like, of course, The Winner. The Song of The Winner. Superhero? Superhero? I think it's Superhero, yeah. I like the Italian song, Sempre. I think you pronounce it like that, but I don't know for sure. I like the song of Jordan from Australia. And I like the song of Carla from French. But then like all like good, but then in like a different way. So it's not that you like, I don't have like one song that I like the most. I think that they're all like special in their own way. So yeah, for sure. Even kijken. Ja, ineens Engelsen. Ja, er zijn soms Engelse mensen en dan wil ik daar toch even op antwoorden. Even kijken, we gaan heel goed met de vragen op weg. Dus ja, ik ga deze live opslaan op JSF-account. Do you like Serbian song of Yes 2019? Yes, I like it. I liked it. Because it was... Thank you. Ik vind Jim Bakum heel knap. Nou, ik zal het hem doorgeven. Wil je mijn naam zeggen? Xanne. Hallo Xanne. Ben je in 2005 of 2006 geboren? Doe eens een gokje. Kan je namen van je fans? Ja, hoe heten ze? Nee, ik kan niet echt namen van mijn fans uit mijn hoofd. Want het zijn er best wel veel. Dus daar ben ik heel blij mee. Dat jullie me allemaal supporten. Maar ik weet... Jim was ineens bij het optreden van Force. Ja, dat klopt. Zijn dochtertje, Posie, die is fan van mij, maar die is ook ontiegelijk fan van Force. Dus toen dacht hij, weet je, ik ga gewoon met mijn dochtertje erheen. Dus toen zijn ze geweest kijken. 2006, ja, dat klopt. 2006, kijk eens, jullie hebben het allemaal goed. Zo. Wil je mijn hele account noemen? Geen idee. Waar staat hij? Oh, hij is alweer weg. Het gaat zo snel, jongens. Hebben we nog leuke vraagjes? Ik ga even kijken bij die vragenstickers. Want we gaan best wel goed met de vragen. Welk dier zou je nog graag in het wild willen zien? Oeh. Oh ja, trouwens, dat hoort ook bij mijn wildreis. Ik wil een keer naar Afrika. En dan wil ik een giraffen zien in het echt. Olifanten, tijgers. Fucking vet. Ben je nu 14 dan? Ik ben 12 mei, word ik 14.
Dus ben je jarig? Nee, ik ben nog niet jarig. Ik ben 12 mei ben ik jarig, jongens. Noteer het maar even. Wat is je favoriete artiest? Oeh, dat is heel moeilijk. Want ik vind ze eigenlijk allemaal speciaal in de eigen manier. Ik vind Shawn Mendes heel vet. Ik vind Tim Bieber heel vet, sorry. Ik vind Ariana Grande heel vet. Ed Sheeran heb ik al gezegd, volgens mij. Ja. Davina Michelle. Snelle. Wie vind ik nog meer heel vet? Demi Lovato vind ik heel vet. Veel. Het ligt een beetje, als mensen vragen wat is je favoriete liedje. Bij mij ligt het ook aan mijn mood. Ik ben heel emo of zo. Ben ik ook, jongens. Ben ik ook wel eens. Ik ben ook een mens. Dan luister ik andere muziek nadat ik heel vrolijk ben. Maar ik denk dat iedereen dat wel heeft. Als je dat nou ook hebt, laat het even hier weten. Haha, één dag voor mijn verjaardag. Ik ben 13 mei jarig. Do you have a girlfriend? No, I don't have one. Wat doe je als iemand je op de foto vraagt? Meestal zeg ik ja. Ik vond het vroeger altijd heel moeilijk om even terug te gaan naar... Omdat ik best wel gegroeid ben in qua volgers en fans en zo. Ik had vroeger al een paar fans, niet zoveel. Nogmaals, dank jullie wel ervoor dat jullie me deze hele weg aan het supporten zijn. Ik hoop daarna ook. Maar toen vond ik het heel erg moeilijk om nee te zeggen. En ook daarvoor weer even terug naar JSF. Die heeft me daar ook heel erg in geholpen om daar dus beter in te worden. Maar ik vond het eerst heel moeilijk om nee te zeggen tegen mensen. Maar ik zeg wel eens nee. Meestal zeg ik ja. Dus ik wil niet zeggen van als je met me op de foto en je ziet me op straat. Je mag altijd naar me toe lopen. Maar het is niet altijd dat je een ja krijgt. Want soms moet ik door of ben ik even druk of zo. Oh, toen zat er een mug. Dat heb je in een tuin. Maar meestal zeg ik ja, jongens. Dus don't worry. Ik hou van jullie allemaal. Dus meestal zeg ik ja. Het moet heel uitzonderlijk zijn als ik zeg nee. Meestal gebeurt het niet. Will you come back to Poland? I love to. I would love to go back. Yeah. Because Poland is a nice country. So I would love to go back. But I don't know. Now it's not a good option, I think. Because of the virus all over the world. But I hope I'm coming back to Poland. Wat vind je van Billie Eilish? Oeh, daar vraag je me wat. Ik heb haar eerst nooit echt vet gevonden. Ik vond haar eerst altijd een beetje gek. En ik vond de muziek niet chill. Maar het is veranderd. Ik vind het tegenwoordig juist wel cool als iemand anders is dan de rest. Een beetje afwijkt. Niet meegaat in het algoritme van de rest. Maar gewoon, zij wijkt af. Ze draagt andere soort kleding. Ze heeft andere muziek. En dat vind ik heel vet. Of zo. Dus ik weet niet. Heb je een groot huis? Nee, valt wel mee. Ja, gewoon een huis waar 5 personen in passen. Met gewoon een fatsoenlijke tuin. Met een trampoline erin voor mijn zusje. Ik hoor iets achter mij lopen. Oh shit. Oh shit, dat is een bij. Oh my god, dat is een bij. Oké, ik ga heel casual hier blijven staan. Oké, ik haat bijen. Nee. Mensen gaan dit opnemen. Er vloog in het ergens een bij. Oké. Don't mind. Als ik word gestoken, jongens. Oké. Nee. Ik kan hier tegen. Ik ga me hier tegen verzetten. Oké, ik hou hier zo niet van. Ik haat bijen. Nee, mensen zijn dit aan het opnemen. Nee, maar het is een hele dikke bij. Zag me dat zo vliegen? Oké. Hoeveel kinderen wil je later? Ja, dat ligt er eigenlijk aan. Ik wil het liefst 2. Omdat als je er 1 hebt dan... Oké, mijn moeder komt buiten met een vliegenmepper, maar... Hij is weg, denk ik, hoor. Ja, voor de zekerheid, hè. Dan kan je het gewoon een beetje zachtjes weg doen. Niet doodslaan, maar gewoon weg doen. Oké, jongens. Mijn moeder heeft me gered. Als hij dichtbij komt... Dan doen we hem weg. Wanneer komt er een album? Ik hoop snel. Maar het lijkt heel vet om mijn eigen album te hebben. Mensen gaan dit opnemen. Je slaat de lijf op. Oh ja, wat dom. Nou ja, weet je. Ik denk dat iedereen wel bang is voor bijen.
Ajax of PSV? Oeh. Daar gaan we even geen uitspraak over doen. Wat zeg je? Ajax? Oké, mijn zusje is voor Ajax. Mijn zusje is voor Ajax. Wil je even hallo zeggen? Nee? Oké. Mathieu, kan je blub zeggen? Blub? Heb je nog veel contact met je dansers? Ja, ik heb op zich nog best wel oké contact met mijn dansers. Maar ik heb het gevoel dat ik sowieso wat minder contact heb met iedereen. Vanwege het virus of zo. Ik weet niet. Het voelt een beetje zo. Ik weet niet. Hebben jullie dat niet? Dat je iets minder contact hebt of zo? Wat is er? Ik versta je niet, schat. Mijn zusje staat heel even in de tuin. Wat vond je van Rivano? Hij zit in mijn klas. Ik vind het een hele aardige gast. Hij is supergoed in wat hij doet. Sowieso al mijn dansers zijn supergoed in wat ze doen. Anders waren ze mijn dansers niet. Nee, ik ben heel blij dat ik met die jongens dit hele avontuur heb mogen blijven. Het zijn echt... het zijn een beetje mijn vrienden geworden. Mijn maatjes, ja. Hoe heet je zusje? Ze heet Jenny. Wat? Ga je naar binnen? Nee? Oké. Okay. Met wie zou je graag op vakantie gaan? Ik denk als ik oud genoeg ben en ik heb een vriendinnetje, zou ik dat wel een keer willen. Maar dan moet ik echt oud genoeg zijn, want anders mag het helemaal niet van mijn ouders. Vind je iemand leuk op het moment? Nee. Nee. Ja, leuk in de zin van... leuk, maar niet in de zin van leuk. Je bent vrienden met Jaden. Echt vet cool, jongen. Ik ben niet vrienden met Jaden, maar... Met wie zou je graag een keer een kaffe op willen nemen? Davina Michelle. Sowieso. Ik vind haar heel vet. Ik vind haar echt heel vet. Ik vind haar zo... Ik weet niet, zij heeft een beetje scheid aan heel veel dingen. En dat vind ik echt geweldig. Achso. Hij is gewoon, ja, ze is echt geweldig. Dat zou ik heel vet vinden. Een keer met Snelle lijkt me ook wel vet. Marco Bussato. Ook heel cool. Wil je een hartje maken? Is voor een edit. Ik ga dat dadelijk even doen aan het einde. Maak ik een hartje voor jullie allemaal. En we gaan dadelijk weer even de witte hartjes spam doen. Voor de mensen die in de zorg werken. En de mensen die... voor ons zijn. En voor ons zorgen. En zorgen dat het allemaal niet verder verspreidt. En keihard aan het werken zijn voor een... hoe heet dat? Een vaccin? Een medicijn? Denk je dat mensen naar je album gaan luisteren? Ik weet het niet. Ik hoop het. Ik hoop dat dat gewoon lukt. Maar ik weet het niet. Ik denk het wel. Ik zou het heel tof vinden om een album op te nemen. Ja. Kijk eens, de witte hartje spam. We doen het even voor de mensen die in de zorg werken. Voor de mensen die dag en nacht voor ons klaarstaan. Gewoon even een witte hartje spam hier beneden, jongens. Want ik vind het wel echt even dat we echt serieus even respect voor die mensen moeten hebben. Ik zie... Mathieu, slaap je wel lekker? Je ziet er moe uit. ik slaap goed. Ik voel me ook goed. Maar wat ik net al zei, mijn hele gezin, ook mijn zusje van 5... die heeft allemaal wallen. Dat zit een beetje in de familie. Dus daardoor lijkt het soms een beetje alsof ik moe ben. Maar ik slaap prima, jongens. Ik ben helemaal gezond. Dus niks aan de hand. Mijn zusje zit naar me te kijken. Kijk eens. Zijn er hier mensen die een moeder hebben die in de zorg werken? Of een vader die in de zorg werkt? Of zo, als we het toch over hebben. Friet op patat. Friet. Yo, NPO Zep. Kijk eens, de witte hartjes spam. Voor de mensen in de zorg. Kijk, er zijn mensen die in de zorg werken. Kijk eens, mijn tante werkt in de zorg. Mijn moeder werkt in de zorg. Extra veel respect naar jullie vader en moeders, jongens. Serieus. Mijn tante, mijn moeder. Kijk, er zijn best wel veel mensen die in de zorg werken. Ja, mijn moeder werkt bij mensen met een beperking. Oh, dat is ook heel zwaar in deze tijd, toch? Want die... Ik heb een keer een verhaal gehoord dat zo'n zorgcentrum,
waar die mensen in zitten. Die, zijn dus, die krijgen wel binnen wat er allemaal gebeurt en daar worden ze een beetje gekkig van. Dus daar gaan ze zich heel druk over maken. En het is heel zwaar voor de medewerkers om dat... Hoeveel kinderen wil je later? 2. Ik ken mensen die er 1 willen, maar ik vind het dan toch zielig of zo. Dan wil ik er toch 2. Dat is stel, ik ga dood. Dat klinkt heel depressief. Maar dan is er nog een ander iemand voor. Dan staat hij er niet alleen voor. Riverdale VC Stranger Things. Sowieso Stranger Things. Wat is het, Jane? Ze komt steeds heel sneaky dichterbij. Tomaat is fruit. Tomaat is de groente. Heb je een crush? Ik denk dat iedereen wel een crush heeft, jongens. Zeker een celebrity crush. Mijn moeder werkt bij gehandicaptenzorg. Is best lachtig, want ze snappen het niet. Nee, zie je? Mijn moeder werkt ook voor mensen in de zorg. Oké. Wat vind je nou van corona? Nou, ik had eigenlijk deze live bedacht van... we gaan het er niet over hebben. Maar ja, je kan er natuurlijk niet omheen lopen. Omdat ik probeer toch wel een beetje positiviteit erin te brengen. En het leuk te houden. Maar wat ik ervan vind... ik denk dat het heel breed ligt. Ik denk dat er verschillende meningen over zijn. Maar ik vind het best vreselijk. Ik vind het best wel gek dat gewoon 1 virus iedereen, gewoon de hele wereld, gewoon in 1 keer op zijn kop kan zetten. En daardoor ben ik heel blij dat er mensen zijn die voor ons echt gewoon aan het werken zijn. En gewoon zorgen dat we allemaal beter worden. En gewoon, ja... Maar nee, ik vind het een ingewikkelde tijd. Het is ook, je weet ook helemaal niet zo goed hoe ik ermee om moet gaan. In de zin van, ik weet niet helemaal hoe ik het moet zeggen, mijn mening of zo. Maar er is iemand achter jou. Oké, daar maakt hij me even heel bang. Jenny, ga je even naar binnen? Wel, ga maar even naar binnen. Mijn crush is Noah Snap. Nike of Adidas? Oeh, Nike. Mijn mama heeft corona. Oh, beterschap, jongens. Beterschap. Ja, mijn zusje die zit hier buiten, maar die zit helemaal zo van de kou. Dus. Hartverzakking voor Mathieu. Nathalie, oh, ik snap het al. Jouw zusje is echt schattig, dankjewel. Er is nu iemand achter je. Jongens, er is niemand achter mij. Het is gewoon... Er staat niemand achter mij. Millie is ook wel een knap meisje, hoor. Jawel. Ik vind haar heel speciaal, zo. Ze is iets speciaals. Ze is zeker ook heel goed in wat ze doet. Dus ja, hoe heet je vriendinnetje? Jongens. Oké, we gaan even het lijstje weer af. Ik heb geen vriendin. Ik ben niet verliefd. En ik heb geen vriendin. Ik heb geen vriendin. Ik heb geen vriendin. Ik wil er wel een, dus... wil je nou mijn vriendin zijn? Bel dan even 09-83-77-85-301-85-CZA-99-PI-95. Je bent niet goed in wat je doet. Nou, dat is zijn mening. Dankjewel. Hoe oud is je zusje en hoe oud is je zus? Mijn zusje is 5. En mijn zus is 17. Ja, 17. Remix. Hallo meiden. Werkverkering, ja. Hoe oud ben je? Ik ben 13, bijna 14. Nou ja, bijna 12 mei. Oké, we gaan nog een half uurtje live. We zijn al een half uurtje bezig, denk ik. Dat kan ik ook hierop zien. Ja, kijk eens, een half uurtje bezig. En dan stop ik de live, want ik zou een uurtje live gaan. Dat heb ik met mezelf afgesproken. Dus, omdat we nu in het andere half uur zijn, dacht ik, ik ga even live met wat mensen. Misschien dat ze wat kwijt willen, of dat ze iets willen zeggen, of iets anders. Dus wil je dat nou? Of gitaar willen spelen, of zingen, of iets anders. Of gewoon iets vragen, kan ook. Dan ga ik even met je live. Ik kan natuurlijk niet met iedereen live, maar ik ga er zoveel mogelijk
proberen. Wil je liever een vriendin die ouder is of jonger is? Oeh, ja, dat is dus heel slecht. Ik vind, ik val op oudere meiden. Dus dat is soms wel best wel een nadeel. Ja. Ja, ik please. Mag ik zingen? We gaan dus even live met Piet. Ik wil hem kennen, hij heeft dus een... gewonnen. Voor mij. We gaan even wachten, Pietje Thomas. Pietje! Hallo legend! Ik hoor je niet, kan dat? Kan het dat ik je niet hoor? Hallo? Ik hoor je niet. Zal ik je anders even wegdoen en dan doe ik je even terug, ja? Oh, ik vind hem zo geweldig. Ik moet alleen even zijn reactie opzoeken. Want dan kan ik hem wat makkelijker toevoegen. Even kijken. Pietje Thomas. Pietje. Ik hoorde hem niet. Hoorden jullie hem wel? Ik hoorde hem niet. We zijn aan het verbinden. Ik hoop dat hij het nu wel doet. Hoor je hem wel? Ja, kijk eens. Nu hoor ik je wel. Oh, hallo, top. Man. Hallo. Hoe gaat het met je? Ja, bij mij gaat het helemaal super. Ja, gaat het super? Ja. Goed zo. Wat ben je nu? Want... Zie ik je ook thuis doen? Ja, ik was even bezig met mijn schoolwerk, maar dat heb ik nou af. Oh. Dus ik denk, okay, ik ga even kijken naar mijn grote vriend. Oké, man. Maar het gaat goed met je? Ja. Jij hebt nu natuurlijk ook nog even al je optredetjes en zo worden afgezegd. Ja, dat is nadeel. Ja. Vind je het jammer? Maar ja, voor... Jawel. Ja, het is toch iets wat ik heel graag doe. En, Ja. Dus dat is... Ja, dat snap ik. Maar goed, ja, het is niet anders. Even voor duidelijkheid, voor de mensen die misschien je niet kennen. Dit is Pietje, hij heeft meegedaan met Hollands Got Talent, als ik het goed heb, toch? Ja, Hollands Got Talent. En voor hem, hij heeft daar niet gewonnen? Nee, of wel? Tweede. Nee, tweede. Maar hij heeft voor mij wel gewonnen. Ik vond het een terechte winnaar. Toen hij eraan meedeed, heb ik het al tegen hem gezegd. En ik vind het nu nog steeds. Dus voor mij heeft hij gewonnen, maar hij is tweede geworden. Dus ook supergoed. Hallo, tweede. Nou, jij bent ook niet slecht, hoor. 2019 of 18? 2019, ja. Het vorige 2019. Seizoen. Ja, van dit jaar, want nu is het geen. Oké. Maar het gaat goed met je, want ik hoorde dus... volgens mij heb je nieuwe muziek nu, toch? Ja, ik heb een nieuwe single. Mag ik je nummer? Ja. Die is vandaag... Ja. Ja, even reclame maken, hè, voor jezelf. Ja, gewoon maar. Die is vandaag trouwens op YouTube gekomen, ja. Dus iedereen kan hem de videoclip ook zien. Maar hij is vandaag op YouTube gekomen. Ja. Oké, okay, kan ik hem daar ook even delen? Op mijn, niet op deze, maar op mijn eigenste. Ja, op... ja, ik... En hij heet Mag ik je nummer? Mag ik je nummer, ja. Zo, een echte chance, hè? Zo. Dus, als je iemand nog wil versieren, dan weet je wat je moet doen. Holy shit, levende legend, nogmaals. Oké, man. Nou, ik vond het heel gezellig om je even te spreken. Ik ook. Ik vind het een eer. Ja, ik hoop je nog een keer in het echt te zien. Ja, dat zou leuk zijn. Eer. Gekkie. Ja, hey, het is toch iemand die internationaal bekend is, hè? Nou. Oké. Als jij het zegt, weet jij bent Pieter Thomassen. Legend, die mag dat zeggen. Jij bent een legend. Vriend, ik hoop je een keer in het echt te zien. Tot snel. Nou, jullie. Doei. Even kijken. Oh, ik vind hem dus zo geweldig. Ik vind hem echt geweldig. Ja. Mag ik je nummer? Heb ik niet. Slechte smoes. Ik had net een echt een goede vraag. Nou, even kijken. Dan gaan we hier gewoon toevoegen.
Kan je Limburgs praten? Nee. We zijn aan het verbinden. Hallo! Hoi! Hoi! Jij bent... Ja, de vraag. Wat is je tot zover leukste meeting met een fan geweest? Nou ja, ik heb nog niet zo heel veel meetingen gehad. Maar ik vond vorig jaar Tina, sowieso met alle finalisten, heel gezellig. En om daar even iedereen te zien en op de foto te gaan. En toch, want ik vind het altijd heel chill om een soort van connectie te hebben met je fans. Want dat kan niet altijd, want er zit toch een soort van muur tussen, als je snapt wat ik bedoel. En dan toch soms even over die muur heen te stappen en dan gewoon heel even contact te hebben. Dus dat vind ik altijd heel chill. En ik heb een keer een meeting gehad op een soort van skibaan-achtig iets. Voor Everest. Daar heb ik ook een fan ontmoet. Dat was ook heel leuk. Die kwam helemaal uit, als ik het goed zeg, Friesland. Flevoland. Zoiets. Oké. Okay. Ja, dus dat vond ik ook heel, heel vet. Nice. En jij bent een Forza-account. Heb je Forza vaak ontmoet? Ja, 9 keer. Zo. En hoe vaak ben je al lang fan van ze? Of is het pas... Ben je net begonnen? Nou... Ja, sinds het begin eigenlijk. Cool. Dus je hebt zo'n soort van zin opgroeien. Ja, maar dat is echt heel raar hoor. Ja, wat je bij mij, dan ben je natuurlijk niet zo erg fan van mij als bij Forrest, want anders ben je geen Forrest fan account. Maar wat je, ik heb vroeger heel veel films gedaan en ik heb er laatst weer eentje gedaan. En als je dus al die films achter elkaar gaat kijken, zie je mij steeds groter worden. Dus dat is ook super grappig. Ja. Ik zat laatst die, wat was dat, die andere Hazesfilm of zo? Ja, dat was mijn eerste. Toen was ik 8. Ja, die heb ik laatst nog gezien. Cool. Grappig om dat te horen. Ja. Yeah. Nice. Wil je nog een screenshot maken of... Ja, is goed. Yeah. Alsjeblieft. Doe dank je. Oké. Nou, dat was wel een oké vraag. Zijn er nog meer mensen die vraagjes hebben? Ah, bloed, zweet en tranen. Ja, dat was echt heel vet. Oké, we hebben wat nieuwe vraagjes hierbij. Iemand die hier zegt, lol. Oké, nou ja, kan. Even kijken. Mag ik mee live? Ik heb een vraag. Yes. Komt u maar. Hallo. Hi. Hi. Even kijken. Ja, nou, nee, Pippa, ik had dus denk dat je naam ook Pippa is. Even een blaadje pakken. Ik hoop dat je me ziet, want de wifi is een beetje slecht hier. Is je naam Pippa? Ja. Oké. Dat is een mooie naam. Eindelijk iemand die het goed uitspreekt. Ja, Pippa. Yes. Op school noemen ze me allemaal Pippa. Oh, Pippa. Ja. Ook vet. Maar Pippa is net ietsje... Net ja. Ietsje, ja. Wat was de vraag, lieverd? Ja. Want, hoe lang speel je al ukulele? Dat vind ik een hele leuke, dat mensen dat weten. Hoe lang speel je het al? Ik denk nu 2 jaartjes of zo. Oh, cool. Ja. Ja, ik heb Grace van der Waal, ik weet niet of je die kent. Die heeft toen America's Got Talent heeft ze gewonnen. En ik zag haar die ukulele spelen en ik dacht van, ik wil dat ook. Dus ben ik op YouTube gaan zoeken van reviews van ukuleles en hoe dat werkt. Dus heb ik eigenlijk meteen een ukulele aangeschaft. En toen ben ik gewoon een soort van net mensen mee gaan spelen en op gevoel gaan doen. En toen ben ik eigenlijk uit mezelf, zonder les of zo, heb ik gewoon al die akkoorden uit in een maand of zo uit mijn hoofd geleerd. Ja, nou dat is dus eigenlijk letterlijk wat ik ook heb gedaan. Ja, maar dat kan ook bij ukulele. Kijk, bij gitaar is dat moeilijk, want dat is natuurlijk meer snaren en zo. Maar ukulele is op zich best wel een makkelijk instrument, maar wel vet. Ja, ik zag dus jouw filmpje toen van... welke was dat? Million Reasons, volgens mij? Ja, dat heb dan een tijdje geleden. Dat dan. Ja, dat is wel even terug. En toen had ik die dus ook geleerd. En nu ben ik inderdaad echt helemaal ukulele verslaafd. Cool. Dat dus ja, nu zoek ik inderdaad ook gewoon op YouTube. Maar er zijn tegenwoordig echt zoveel accounts en filmpjes die dat doen. Dus dat is wel echt cool. Ja, er is heel veel concurrentie, ook voor mij hoor. Natuurlijk zijn heel veel mensen verschillend in wat ze doen. De een heeft een heesje, de ander is hip-hop, de ander is country. Maar het is toch altijd een beetje... Ja, nee, maar ook altijd, zeg maar, nu als we dan familie bij elkaar komen of zo, dan is het altijd van, oh, Pippa, pak even ukulele. En dan is het van, oké. Nou, is wel leuk. Ja.
Maar het lijkt me, zeg maar, op zich over ukulele spelen gaat nog wel. Maar zeg maar, mijn zangkunsten zijn niet heel fantastisch of zo. Nou ja, boeien. Dus ja, maar ja, ik vind het wel leuk om erbij te zingen. Dus, ja. Maar als je ukulele kan spelen, betekent dat wel dat je muzikaal bent. Dus misschien moet je een keer piano... Ja, ik speel ook een klarinet. Klarinet? Ja. Zo! Dat is toch wat lang met al die knopjes erop? Ja, van hout. Zo, dat is moeilijk gek. Ik heb dat één keer geprobeerd in muziekles, maar er kwam geen geluid uit. Echt niet. Ja, nou, ik ben heel blij. Ik ben heel blij dat sinds dat ik heel klein ben, dus ja. Oké. Nou, ik ben heel blij dat ik kan zingen, tenminste een beetje kan zingen en een beetje acteren en zo. Want instrumenten spelen. Qua ja, dat wereldje lijkt me echt cool. Gewoon zo acteren en zingen, wat je doet. Ja, maar ben je bij een bureau ingeschreven of zo? Nee. Nee, nou dat moet je eigenlijk wel gewoon proberen, want weet je, ik ben nu nog jong. En... Ja, ik wilde ooit, vroeger wilde ik altijd meedoen met Junior Song Festival. Oh. Met... En toen, alleen nu ben ik al 14, dus het is al te laat. Dat kan niet. Dus ja. Nou, ja. Nou, om dat dus te voorkomen wat jij niet hebt gedaan, heb ik me wel maar gewoon ingeschreven. Ja, precies. Dus en na twee keer. Het wel, doe het, want anders dan is het te laat. Ja, 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 ja. Ja, dus ja. Oké, okay, heb je nog een vraagje of... Ja, oh, dat zag ik laatst. Wow. Er was... Oké, ja. Er was dus in bloedzweet en tranen moest je dus bier drinken. Maar was dat echt? Dat bier drinken? Vraag. Oeh, oeh. Dat was 0.0 raad, daar was dat. Oh ja, oké, okay, dat kan het. Het was wel op zich wel best echt bier, maar ik het dronk het niet echt. Het was acteren en gewoon alleen maar het schuim, dus... Ja, oké, okay. Nou, dat kan het. Want het zag er echt heel echt uit. En ik heb echt dat... Nou ja, dan is mijn doel geslaagd. Als het er echt lijkt, dan is het helemaal, dat is mijn doel helemaal geslaagd. Als het echt lijkt. Ja, klopt. Want heb je dat gevecht ook gezien? Ja, zeker. Wat vond je daarvan? Was dat oké? Okay? Want dat was dus mijn allereerste film. Ik had nul ervaring. Dus ik vind het altijd best wel grappig om dan terug te horen dat mensen... Ja, ik heb die laatst nog toevallig teruggekeken, die film. Toen had ik echt niks te doen. En toen kwam ik die wel tegen op Netflix. Ik had al heel Netflix gehad, dus ik dacht, ik ga die nog eens kijken. Ja. En toen, ik vond het wel echt cool inderdaad, hoe ze dat deden. Maar ik zou dan zelf echt altijd bang zijn dat die mensen me zeg maar zo nep slaan. En dan zo, dat ze zo boos op je worden of zo. Nou ja, dus het is toch, zit daar echt een gorillon achter. Ook bijvoorbeeld in Onze Jongens. Dat is natuurlijk iets totaal anders. Maar bijvoorbeeld als mensen fysiek dingetjes moeten doen in een film. Als je snapt wat ik bedoel. Ja. Daar zit ook gewoon een choreo achter. Daar ga je eigenlijk daarvoor een studio in. En dan ga je gewoon alles helemaal stap per stap per stap per stap. Ga je alles uit. Het lijkt me echt cool om een keertje bij een film te zijn of zo. Om gewoon op zo'n set te zijn. Ja. Lijkt me wel cool. Ja, is ook heel cool. De sfeer is heel chill. In het begin... Kijk. In het begin moet je altijd een beetje aan elkaar wennen, maar dan ontstaat een soort van familie. Wat gewoon een product maakt. En als je dat dan naar buiten zet, ben je daar zo ongelooflijk trots op. Mm. Dus dat is super vet. Ja, dat vind ik ook echt leuk aan acteren. Ja, dat lijkt me ook echt cool. Dat ben ik wel, dat lijkt me gewoon echt cool. Maar ook omdat ik nu op school heb ik dan CKV. Dat is dan zeg maar een soort kunst. Ja, ja. En daar behandel je dus ook film. En dat had ik dus laatst. En toen ging je inderdaad... Gewoon echt verdiepen in een film, hoe dat per shot en zo allemaal is opgebouwd. En we moeten nu zelf ook een film maken. Oh. Is wel maar van 10 minuten of zo, maar toch, daar zit dan, zeg maar, onervaren zit er heel veel tijd in. Ja, nou, er zit sowieso heel veel tijd ook in een videoclip. Of, ja. Kijk, wat wij bijvoorbeeld hebben, wij zijn bijvoorbeeld dan een dag bezig met 2 scènes in een film. Mm-hmm. Dus dat zijn misschien 5 minuten in de film. Ja. En 24 uur. Gewoon volop gewoon. Ja. Dus dat lijkt me wel echt heftig om dat ook te spelen allemaal. Ja, het is soms wel zwaar, want ik ben natuurlijk ook nog jong, dus je hebt ook nog school. En je moet dan zo'n heel pak van het script uit je hoofd kennen. En je moet dat lijkt me moeilijk. Ja, en dan kom je dus op een set. Nou, dan ontbijt je meestal eerst, of tenminste ligt eraan welke tijd je komt. En dan ga je in de make-up en dan zijn er mensen voor jou dan die zorgen dat je eten krijgt. En je wordt een beetje behandeld als een of andere prins. Maar dan ga je op die set en dan ga je het soort van doornemen, stapje per stapje. En dan ga je kijken van, nou ja, daar komt de camera, dan doen we dit. Nou, dan moeten we knippen en dan pak je die camera. Dus dat is allemaal heel interessant. Ja, dat lijkt me wel. Want ik vind het al moeilijk om woordjes in mijn hoofd te leggen. Ja. Oké, okay, gewoon... ik vond je een hele leuke vraag. Sorry dat ik je onder de schep, maar ik wil er nog meer doen. Ja. Ik vond het heel gezellig, Pippa.
Yes, dankjewel. En wie weet zie ik een keer het, hè? Ja, ik hoop het. Oké. Top. Dankjewel. Doei, doei. Even kijken. Hebben we nog meer? We hebben nog een kwartiertje, jongens. Om precies te zijn, we hebben nog 14 minuten. Dan knalt en gewoon mijn lijf eruit, want je kan maar maximaal een uur. Zeg maar. Oh shit. Dat was erbij. Jongens, ik ben heel even weg. Ja. Oké. En ik ben er weer. Dat was erbij. Oké, ik haat bijen. Ik zweer het, ik haat bijen. Oké. Jongens, nog één iemand zullen we doen? En dan ga ik hem afsluiten. Nou, ik denk dat we gewoon even wat vraagjes doen van gewoon uit deze kaartjes. Oh, Joya heeft gekeken. Shit. Zit hij er nog in? Dan zal ik even gezellig met Joya live gaan. Ja, Joya zit er nog in. Wacht. Joya, kom terug. Fuck. Kom hier. Ja, Joya. Live met Joya. Joya! Wat? Yo. Yo, ik heb echt best wel leuke live. Er worden echt leuke vragen gesteld. Ja, ik zag het net. Dat is echt leuk. Hoe gaat het met je, lieverd? Ja, goed. Met jou? Gaat oké. Alles gaat zo gang. Ja, ik heb het ook niet helemaal top, maar ja, het gaat inderdaad wel prima. Heb je ook online les? Ik heb niet online les in de zin van dat je naar een laptop kijkt en daar zit een oude man of oude vrouw je les te geven. Maar ik heb online les in de zin van je krijgt huiswerk gewoon op een heel A4'tje opgeschreven wat je allemaal moet maken. Dan moet je gewoon per dag inleveren. Dus je krijgt niet echt begeleiding of zo. Oh ja, zo ja, ik snap het. Ja, dat heb ik wel. Ik ga echt facetimen met de docent. Dat is echt heel grappig. Ja. Maar ja. En toen was even een awkward stilte. Jongens, ja. Joya bloos. Is Joya aan het blozen? Ik bloos is waarschijnlijk. Ja, mensen die zeggen dat je bloost. Moeten weer een hartje maken. Waarom is dat? Aha, nee, maar heel even. Zegt tegen alle meisjes liever. Heb je nog altijd verveeld? Maar dat is een fout. Oh, anti-verveeltips. Ik heb zeker. Ja. Pak een pen of een potlood en een velletje papier. En maak dan gewoon je droomoutfit. Die heb ik niet bedacht. Nee. Nee, wat heel leuk is om even hard te gaan lopen. Een beetje gaan werken aan je lichaam. Gamen, Netflix, YouTube. En wat ik de laatste tijd heel erg doe, is een beetje kijken naar de toekomst. Dus wat ideeën gaan doen, wat nou? Wat gaan de plannen hierna zijn? Wat dingen, ideetjes. Gewoon bellen met je vrienden. Houseparty, jongens. Heel erg handig. Houseparty is een goede tip, jongens. Ja. Dat is echt leuk. Ik heb het weer helemaal ontdekt. Ja. En wat ook heel leuk is, is gewoon buiten spelen met mensen. Maar ja, jij hebt geen zusje of broer. Tje. Nee. Dus, maar ik ga dan gewoon met mijn beste vriendin wandelen. En hebben we dan wel 1,5 meter afstand. Hebben jullie tips tegen pesten? Oeh. Dat is altijd moeilijk. Ja. Oké, die zitten. Is je in de wildernis? Ja, ik zit in de wildernis. Kijk jongens, ik zit gewoon in mijn tuin. Voordat mensen denken dat ik in een gekke dierentuin zit. Zo kijk, palmboompie, trampolinetje. Helemaal top. Maar even terug naar de vraag. Tegen pesten. Heb jij tips tegen pesten? Oh, ze loopt even vast. Ja. Altijd gewoon voor mensen opkomen en zo als je het ziet gebeuren. Dus niet denken van, nou ja, ik laat het maar gewoon altijd gewoon voor mensen opkomen. Dus probeer het gewoon te voorkomen met elkaar. Nou ja, en bespreek het met mensen. Ik heb heel veel vriendinnen die dingen oppoppen en dingen meemaken die het allemaal in zich houden en het niet vertellen. Maar ik denk juist, als je het vertelt, kijk, ik ga even een heel dom voorbeeld geven. Maar stel, je hebt een emmer en je laat de kraan openstaan en je laat hem maar vol lopen, dan loopt hij op een gegeven moment over. En dat moeten we niet hebben, want dan kan je depressief worden of... dus dat klinkt heel raar, maar vertel het tegen je ouders of tegen je vriendinnetje die je heel erg vertrouwt. Of probeer er nog iets aan te doen. Hou het niet alleen maar voor jezelf, want dan wordt het alleen maar erger. En kom voor jezelf op. Laat je niet in een hoekje duwen.
kom voor jezelf op. Niet in de zin van iedereen in elkaar te rammen. Maar kom voor jezelf op. Laat een beetje zien wie je bent. En laat je ook niet... Oh god, er komt agressie omhoog. Laat je ook niet veranderen door mensen. Zou iemand zeggen, ah, jouw kleding is echt kut. Of ah, jouw haar of ah, je kop is echt groot. Dan moet je gewoon scheid hebben. En gewoon in je schoenen staan. Ik heb slippers aan vandaag. Gewoon in je schoenen staan. Op je streep staan. Niet overheen je laten lopen. Dus dat is zeker een tip. Dit was mijn pep talk. Link wel even kijken. Oh, wacht, we hebben nog een vraag. Hebben, of we tips hebben om te zingen of te acteren? Hebben we tips? Heb jij, ja, zingen? Doe jij anders zingen, doe ik acteren? Tips om te zingen. Als je dat wil gaan doen, dan zou ik me opgeven voor Jezef. Want dat is echt superleuk en daar leer je heel veel van. En ja, nou, als je wil gaan zingen, dan is dat echt perfect. Dus dat is mijn tip. Ja, mijn tip voor acteren is, schrijf je in bij een castingbureau. Dat is een soort van bureau die er gewoon voor zorgt dat er opdrachten binnenkomen. Hetzelfde komt de regisseur naar hun toe en die vraagt van, we zoeken dit meisje of dit soort jongen. Dan kunnen die naar jou terugkomen en dan kan jij op auditie gaan. Maar echte tips voor acteren, acteren. Op set staan, is probeer een beetje jezelf te blijven, maar ook te verdiepen in je personage. Dus ga een beetje kijken van, stel je moet iemand spelen die al bestaat, of iets anders, probeer daar een beetje in te verdiepen. Iemand vraagt, als je te oud bent voor jezelf, wat moet je dan doen? Dan zou ik je vooral gewoon gaan ontwikkelen, dus ik zou veel zangles nemen, en gewoon zorgen dat je beter wordt. Ik zou gewoon lekker veel dingetjes plaatsen op YouTube, of dat soort dingen, zodat je ontdekt kan worden door iemand. Ja. Zeker. Oké, ik nog 5 minuutjes. Ik denk dat ik even jou lekker weg ga doen. Nee, gaf je. Nee, ik denk dat ik bel je zo wel even, denk ik. Ja. Maar dan ga ik heel even snel verder nog met wat vraagjes en dan ga ik naar binnen. Want... Doei, doei. Als je 14 bent, mag je dan nog meedoen met het JSF? Nee, dan mag je niet meer meedoen met het JSF. Want dat betekent dat je dan, als je met het seizoen mee mag doen, word je 15. En dat is te oud. Dus dat kan niet meer. Even kijken, langzaam al uit. Oké, mijn tijd die is ermee gestopt. Ik denk dat ik hem ga afsluiten, jongens. Zijn er nog mensen die... nog wat vragen hebben? Echt een paar. Even nog 2 vraagjes. Even kijken, ik zie niet echt meer iets leuks. Oh ja, een hartje. Nou, komt ie? Voor de mensen die dat willen. Alsjeblieft, kijk eens. Screen momentje erachteraan. Zo. Samen ook op voor mensen, dus. Je kan er nog van alles mee doen. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze live video. Ik vond het super gezellig. Jullie hebben hele leuke vragen gesteld. En ik wil toch nog even benadrukken. Ook al gaan er nu mensen weg. Let op jezelf. Let op anderen. Blijf gezond en blijf ook gewoon binnen, jongens. Want anders dan wordt het alleen maar erger. Dus blijf binnen. Blijf gezond. Ik wil er niet te lang over doorgaan. Ik hou van jullie allemaal. Houd dit account van Junior Song Festival in de gaten, want daar komen allemaal leuke dingen op. Maar hou ook mijn account in de gaten. Bedankt voor alle lieve vragen. Ik vond jullie allemaal geweldig. Er zit humor in. We hebben het even serieus over gesprek gehad. En ik heb ook het gevoel dat ik mensen heb kunnen helpen. Dus dankjewel jongens. Kusje voor mij. Doei doei!